Inspiratie nodig? Plan een adviesgesprek in. Bij Pronto Wonen. U vindt Pronto Wonen in Terborg en in Zutphen. Het is natuurlijk een troosteloze ambiance op dit moment in een heel mooi stadion. En dat hoort gewoon met publiek gespeeld te worden. En dat is niet zo. En dan hielp de wedstrijd ook niet mee. Nee, want de wedstrijd was ook niet spectaculair. Hoe heb jij het beleefd op het veld? Als niet spectaculair. Eagles die heel compact stond, wat ze heel goed deden. En wij kwamen er gewoon heel moeilijk doorheen. En ons baltempo was te laag. Het was gewoon niet goed genoeg vandaag. In hoeverre kan je dat op het veld nog corrigeren? Kan je aanpassingen maken op dat moment om wel dat tempo te krijgen? Om het wel sneller te laten gaan? Ja, dat begint altijd met jezelf. Die baltempo, die moet gewoon omhoog. En dat wisten we alleen. Dat lukte gewoon. Bij vlagen lukt het wel en kwamen er wel eens doorheen. Maar we hebben gewoon te weinig gecreëerd vandaag. En ook wel heel weinig weggegeven, maar zeker veel te weinig gecreëerd. In hoeverre is dat dan ook een compliment voor Go Ahead? Want zij lijken in ieder geval het meest tevreden met een punt. Compliment voor Go Ahead. Ja, ik denk het wel. Ze hebben het gewoon uitstekend gedaan. Ze vlogen overal uit. Het was eigenlijk niet af te zien dat zij 2 dagen geleden of 3 dagen geleden een wedstrijd gespeeld hadden. Dat deden ze gewoon heel erg goed. Maar wij deden het niet goed genoeg daarentegen. Want stonden jullie genoeg op scherp voor jouw gevoel? Of wij niet genoeg op scherp stonden? Stonden jullie genoeg op scherp? Ja, ik denk het wel. Tuurlijk, je gaat elke wedstrijd om te winnen. Maar als een ploeg zo gegroepeerd staat en je komt er niet doorheen. En je baltempo ligt te laag. En dat heeft met heel veel dingen te maken. Maar dan wordt het heel moeilijk voetballen tegen zo'n ploeg die heel goed staat. Wat neem je nu mee uit Deventer, dat punt? Welk gevoel koppel jij daaraan? Ja, geen lekker gevoel natuurlijk. Je had die gewoon moeten winnen. En ook een penalty moeten hebben, denk ik. Maar je knikt, ik heb het nog niet teruggezien, maar volgens mij wel. Maar helaas, we moeten gewoon door. We moeten vrijdag mogen we alweer, dus moeten we daar 3 punten pakken. En als Deventer jongen heb je al op je telefoon gekregen, berichtjes gehad? Ik heb nog niet op mijn telefoon gekeken, maar dat komt nog wel. Want wat verwacht je dat daarin staat? Ik denk dat de jongens uit Deventer tevreden zijn met de punt. En jij? Ja, helemaal niet tevreden natuurlijk. Maar als we realistisch moeten zijn, dan is vandaag gewoon terecht.